Welkom bij de 23.3 Biocast en die gaat over koolhydraten. En koolhydraten bestaan uiteraard uit koolstof, maar ook uit zuurstof en uit waterstof. En de verhouding waarin zuurstof en waterstof voorkomen is 2:1. Hier de chloroplast en de afgeplatte blaasjes die wit zijn, die tussen de telocoïden in zitten, dat zijn de zetmeelblaasjes, de zetmeelkorrels. En dat is de opslag van koolhydraten. Dit is zetmeel en cellulose waar de celwanden uit bestaan. Die lijkt er heel erg op. Het verschil zie je alleen als je in de ruimtelijke figuur kijkt. Zoals hier. En dit is zetmeel. Dat ziet er dus iets anders uit. Dan is er nog glycogeen. Wat bij een mens en een dier, andere dieren, in de lever wordt opgeslagen. En amylopectine, dat lijkt er heel erg op. Dat is de eerste celwand die gemaakt wordt. Maar die is wat minder vertakt en glycogeen is meer vertakt. Dat is het verschil tussen amylopectine en glycogeen. En een plant, en die plant die maakt natuurlijk glucose in de bladeren. Maar die glucose is vooral nodig voor opslag in de wortels. Hij is nodig bij de toppen, de groeiknoppen. Die kunnen zelf nog niet fotosynthetiseren. Maar die hebben juist wel veel stoffen nodig, veel bouwstoffen nodig. In de bloem, daar moeten straks ook nog zaden gaan groeien, is die ook nodig. Dan is het zo dus dat het blad is een source. En de blauwe delen, dat zijn sinks. En dan moet dus die plaats van een source naar een sink vervoerd worden. Dat kan via osmose, maar dan kan je er wel een stoel bij pakken. Want dat duurt veel te lang. Dat moet dus sneller. En dat gaat op de volgende manier, hoe dat vervoerd wordt. De zetmeel wordt omgezet in glucose. En fructose, die ook ontstaat bij fotosynthese, die wordt aan elkaar geplakt, dat condenseert, er ontstaat dus water en er ontstaat een disaccharide, saccharose. Die is wateroplosbaar en dat zie je elke dag als je thee in je koffie of suiker in je koffie of thee doet. Doordat het wateroplosbaar is, kan het vervoerd worden. Op de volgende. Hier vindt dus de fotosynthese plaats, maar ook de opslag dus van zetmeel. Die zetmeel wordt omgezet in glucose. Glucose en fructose maakt samen saccharose. En saccharose is wateroplosbaar. Dat zie je elke dag als je suiker in je koffie of thee doet. Dus die saccharose wordt opgenomen in de sapstroom. En dat is actief transport. Het kost dus ATP. Daarmee wordt de osmotische waarde verhoogd in die sapstroom, in die bastvaten. Dat betekent dat water dan volgt. Daardoor wordt de druk hoger en doordat de druk hoog is, gaat het daar vandaan stromen. Het komt dan bijvoorbeeld terecht in de wortel, in de sink. En daar wordt de saccharose opgenomen. Hij gaat dus uit de sapstroom. Dat is een vorm van actief transport, weer ATP nodig. En door osmose volgt dan het water. Daardoor wordt de druk verlaagd en dat zorgt ervoor, die lage druk, dat er een stroom op gang blijft van de source naar de sink. En dat is bij de knoppen en bij de bloemen ook zo. Hier zie je een binasplaatje van een lengtedoorsnede van de bastvaten. Dat zijn levende cellen met cytoplasma wat continu is. Er zitten zeefvaten in, daar kan de sapstroom doorheen. En we hebben nog een lengte doorsnede van de bastvaten. Het phloem, oftewel de bastvaten. En hiermee zijn we aan het einde van de 23.3 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.